In deze video gaan we opgave 11 van hoofdstuk 5 behandelen. Hier zijn tijdens de les veel vragen over gekomen. Het is een opgave waarin je veel stappen moet doorlopen. Dus het kan zijn dat ik af en toe heen en weer schakel tussen verschillende slides. Vraag 11 is hier afgebeeld. We hebben een circuit waarbij we te maken hebben met zowel serie- als parallelschakelingen. Het is een redelijk complex circuit en er wordt gevraagd naar I, I1, I2 en I3. Om I te kunnen berekenen, volgens de wet van Ohm, totale I, stroomsterkte door het circuit, doen we de bronspanning totale U gedeeld door de volledige weerstand, die noemen we RV, vervangingsweerstand. U is bekend, die is 100. RV die moeten we berekenen. Dit heb ik in een vorig filmpje al eerder uitgelegd hoe dat werkt. Om RV te berekenen beginnen we in een dergelijk circuit aan de rechterkant. Ik nummers even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dan krijg ik R3, ik begin aan de rechterkant, weerstand 3 en 8 staan in serie met elkaar, dus die kan ik bij elkaar optellen. R3 plus R8 wordt 10 plus 40 is 50 ohm. Dit is stap 1. Dan weet ik dat 1 gedeeld door R3 3 en 8, dat is mijn nieuwe weerstand, staat parallel geschakeld met 7. Dan krijg ik 1 vijftigste plus 1 dertigste is 8 honderdvijftigste. Om vervolgens de nieuwe weerstand, dat is R3, 7 en 8 te berekenen, draai ik om, dan heb ik 150, delen door 8 is 18,75 ohm. Dus dit was stap 2, ik zet het er even bij. Dit is stap 1, dit is stap 2 en ik ga nu naar stap 3. R3, 7 en 8 is in serie geschakeld met weerstand 2, die mag ik bij elkaar optellen. Dan heb ik 18,75 plus 8 ohm is 26,75. Stap 4. Stap 4. We weten dat onze nieuwe weerstand R2, 3, 7, 8... die is parallel geschakeld met R4, 5, 6. Die moet ik eerst even berekenen. R4, 5, 6. R4, 5, 6 is... neem ik eerst R5, 6. Die is parallel geschakeld. 1 gedeeld door R. 5, 6 is 1 gedeeld door R5 plus 1 gedeeld door R6 is 1 derde plus 1 zevende. Dit doorrekenen levert op 2,1 ohm. Dus R4. 5, 6 is R4, die is 17,9, plus 2,1 is 20 ohm. Hij is in serie geschakeld, dus even terug naar ons vorige antwoord. Ik ga hier even verder. Is 26,75 ohm. Hij is parallel geschakeld, zeiden we net. Dus het is
1 gedeeld door 26,75 plus 1 gedeeld door 20. Dit is een 1. Dit doorrekenen levert op dat R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, een hele mond vol, is 11,44 ohm. Tot slot, stap 5. Dan mag ik ze bij elkaar optellen, want ze staan in serie geschakeld. Dan heb ik R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus R1 is 11,44 plus 2 is 13,44 ohm. En dit is mijn vervangingsweerstand, totale weerstand. Dus die mag ik rechtsbovenin invullen. En dan heb ik mijn volledige of mijn beginstroomsterkte. Is 7,44 ampère. De volgende stap is het berekenen van I1, de stroom die we beginnen met I en vervolgens splitst hij zich in I1 en de stroom die door weerstand 2 gaat. Stroom I1 die gaat door een aantal weerstanden, die gaat door weerstand 4, 5 en 6. Dus ik wil de stroom weten die daar doorheen gaat. Ik weet de beginstroom, die schrijf ik er even bij. 7,44 ampère. Die gaat door de eerste weerstand. We weten van een serieschakeling, want dat is de eerste weerstand die hij tegenkomt, dat de stroomsterkte gelijk blijft. Dus ook hier heeft te maken met I. Die is 7,44. Vervolgens splitst hij zich. Een deel van de stroomsterkte gaat via I1 en een ander deel gaat rechtdoor. En we willen berekenen welk deel door via I1 gaat. Om, doe ik even op een andere slide, om I1 te kunnen berekenen, moeten we U1 delen door de weerstanden waar hij overheen gaat. Dat is 4, 5 en 6. 4, 5 en 6. Die weten we, die hadden we eerder berekend, die is 20 ohm. En die moeten we berekenen. Terug naar het plaatje, U1. U1 is de spanning die je overhoudt nadat je door de eerste weerstand heen bent. Dus dat is op ditzelfde punt. En daar wil ik de spanning weten. Als ik die weet, weet ik namelijk ook de spanning die door I1 heen gaat en die rechtdoor gaat. We weten namelijk dat bij een parallel circuit de spanning gelijk blijft. Hoe bereken ik de spanning na de eerste weerstand? Dan neem ik de beginspanning, 100 volt, min het verlies aan spanning door de eerste weerstand. Die is namelijk U1 is U min de stroomsterkte die we hebben berekend keer de eerste weerstand. Is 100 min 7,44 keer 2 ohm. En dan kom je uit op een getal van 85,12 volt. Ik laat mijn significante cijfers gewoon staan, zodat ik niet nu al ga afronden. Ik weet dus dat er 85,12 doorheen gaat. Aan het eind achter de weerstand, weerstand 1, heb ik 85,12 volt. Vervolgens kom ik een splitsing tegen. En zowel bij splitsing 1 als splitsing 2 heb ik wederom 85,12 volt, omdat het een parallele schakeling is. Nou kan ik I1 berekenen. Die is namelijk I1 is U1, die heb ik al berekend, 85,12 delen door 20. En dan kom ik uit op een getal van 4,26 ampère. I1. Dan gaan we verder. I2 moeten we op dezelfde manier kunnen berekenen. I2 is U2
gedeeld door de weerstand waar ik daarmee te maken heb. Dat is weerstand 7, R7. Nou, R7 is wederom bekend, die is 30 ohm. Het is misschien vervelend dat ik steeds heen en weer slide, of heen en weer ga naar de vorige slide. Maar het is even niet anders, het is een uitgebreide opgave. U2 moeten we berekenen. U2 gaan we op dezelfde manier doen als net. Dus we hebben U1 weten we, net voor weerstand 2, dus op dit punt, is de spanning 85,12 hadden we net berekend. Na die weerstand hebben we een lagere spanning. Die kunnen we berekenen. Die is namelijk 85,12 min het verlies aan spanning over weerstand 2. 85 U2 is U1 min I. Deze laat ik even staan. Keer R, hoe heb ik hem genoemd? R2. Nou is deze wel interessant. Welke stroomsterkte ga je nemen? 2,3. Waarom is dat zo? Je ziet het, het is een lastige opgave. Op het moment dat we I1 hebben, 7,44 ampère, die gaat door de eerste weerstand. Daarna hebben we nog steeds 7,44 ampère. En dan hebben we te maken met een parallele schakeling waarin die zich splitst. Een deel van die 7,44, namelijk wat we net hebben berekend, I1, 4,26 ampère, gaat via 1 en de rest gaat rechtdoor. Dat is dus waar we nu mee moeten werken. Dat is de stroomsterkte die we overhouden. I2,3 is I min I1 is 7,44 min 4,26, 3,18 ampère. Nou, die vullen we in de formule die we daarboven hadden. U1 was 85,12 min, ons antwoord van net, 3,18 keer R2, ga ik even terug. R2 is 8 ampère. En dat levert een antwoord op van 59,6 volt. Nou kunnen we hem berekenen. Dus I2 is 59,6 delen door R7, 30, levert een antwoord op van 1,99 ampère. Tot slot, I3, gaan we terug naar de tekening. We waren gestart met 7,44 ampère. Die ging ook door de eerste weerstand. Vervolgens gaat er 4,26 ampère door weerstand 4, 5 en 6. En de rest, namelijk 3,18 ampère, gaat door weerstand 2. Van die 3,18 ampère gaat een deel door I2, die hebben we net berekend, is 1,99. En het restant gaat door weerstand 3 en 8. Het restant is I2,3 min I2 en dat is 3,18 min 1,99 en dat is 1,19 ampère. En dit zijn ze alle drie. Dan hebben we alle opgaven. Of alle vier. I moesten we ook hebben. Dus I hebben we als eerste gedaan. Vervolgens hebben we I1 berekend, I2 berekend en I3 berekend. Uitgebreide opgave. Belangrijk dat je hem stapsgewijs doorloopt. Eerst de vervangingsweerstand netjes uitrekent. En vervolgens goed beredeneren of je te maken hebt met een parallelschakeling, serieschakeling. En wat er in dat soort gevallen gebeurt met de spanning en of de stroom.